Like deze video sneller dan dat ik in de bank sta. Oké, snel, een auto. Ik maak de auto sneller. En ik ben er. Er is laatst een update geweest in de bank. En dat betekent een aantal geheimen. En lifehacks. We hebben niet het groene pasje nodig, maar het grijze pasje. Die houden we hier tegenaan. En dan gaan wij helemaal naar beneden. Deze bank is beveiligd met lasers en nog meer lasers. En dan uiteindelijk heb je de kluis. Natuurlijk mag ik hier eigenlijk niet zijn. En dat betekent ook dat als ik tegen een laser ga aanstaan, dan word ik eruit gegooid en gaat het alarm af. Er staat hier namelijk dat je bij de bank moet werken. Wacht eens. Als je op het poppetje klikt, hier rechtsboven, dan kun je daar een naam kiezen, bijvoorbeeld Job. Maar wat je ook kan doen bij dit notitieblokje, is een beroep kiezen. En als je dan helemaal boven kijkt, staat daar bank. Dan moet je opletten. Ik klik daarop. En nu werk ik in de bank. Krijg ik nu een taco? Nee, Bob. Alleen ik denk dat we een andere outfit nodig hebben. Ja, wat dragen ze als ze in de bank werken? Ik denk een soort van pak. Oké, kijk. We gaan erachter komen of deze lifehack werkt. Er is mij namelijk verteld dat als je in de bank werkt, dat je dan door de lasers kan heen lopen. Het is onzin. Oké, maar wacht even. Door de lasers kunnen we dus niet heen lopen. Dat moet gewoon nog op deze manier zo. Huppakeetje. Nou, hier kunnen we natuurlijk. Oh nee, dat kan ook maar op één manier. Maar wat heeft het dan voor zin om bij de bank te werken? Er zijn ook mensen die zeggen dat daar iets achter zit. Achter het logo van de bank. We gaan daar nu achter komen. Nee. Nou, dan gaan we weer even terug. Want ik heb ook gelezen dat je dit kaartje helemaal niet nodig hebt. En dat je gewoon het matras kan pakken. Dat je die hier kan neerzetten. Oh my gosh. Dat is dus de enige plek. Oh, laat maar, het werkt wel. Nou, jullie weten natuurlijk hoe het werkt. Je hebt namelijk de bel nodig om dit mee te openen. Maar kan dat eigenlijk ook hiermee? Wat? Dus je kan het wel met een bel? Nou ja, prima. We hebben de sleutel. Daarmee kan je natuurlijk dit hier openen. Maar er zijn mensen die zeggen dat dat zelfs niet nodig is. En je ook hier gewoon een matras kunt plaatsen. Nee. Oké, dus bij de eerste deur kan het wel. Maar de tweede deur is zo goed beveiligd. Daar heb je gewoon de sleutel voor nodig. Maar hoe zit het dan hiermee? Normaal gesproken moet je met het bommetje deze deur laten opengaan via dit paneel. Maar kunnen we hier dan ook gewoon een matras? Ja, dat kan. Maar wacht, als we het nou aan deze kant doen. Ik ben aan het klikken en we gaan het proberen. Nee. Oké, we zetten een. Oh, dat is. Wat? Ik zit bijna onder de map. Oké, hier lijkt het niet echt bij te werken. Dus we doen het op deze manier. En dan hebben wij de diamanten. Wauw, moet je kijken. Maar is het matras ook zo sterk dat het door de deur heen kan van de sterkste kluis in Brookhaven? Want voor alle duidelijkheid, normaal kun je hier alleen maar doorheen als je de geheime route volgt. Maar ook dat wil ik toch even proberen met het matras. Ik werd er letterlijk uitgegooid. Zagen jullie dat? Oh my gosh, mijn haar raakt de laser aan. Oké, misschien iets hoger dat ik hem kan zetten. Ja, dit ziet er perfect uit. Ah, nee. Oké, dus dat kan alleen maar. Even de sleutel pakken. Dat kan alleen maar via deze weg hier zo. En waarom is deze kluis zoveel sterker? Bij de kluis boven heb je maar één keer het bommetje nodig. Hier twee keer. Oké, we gaan het gewoon proberen. Als dit werkt, hè, dat zou echt bizar zijn. Oh, wacht, ik kan het matras hier niet neerzetten. Wacht, misschien meer aan deze kant. Of op de grond. Oké, ja, het is gelukt. Moment van de waarheid. Oké, ik kan erin kijken. Maar als ik spring. Helaas. Oké, wacht. Misschien als ik één keer het bommetje laat afgaan. Dan is die een beetje open. Oké, ik zit er weer in. Ja, nog steeds niet. Nou ja, op zich ook wel logisch. En eens even kijken. Oh my gosh. Maar wacht. Wat nou als we in deze open kluis blijven staan? Normaal gaat de kluis weer dicht, toch? Het zou best wel grappig zijn als wij er dan gewoon in kunnen blijven. Oh my gosh. Wij hebben nu gewoon onze eigen kluis. En weet je wat? Ik zet er gewoon een wc neer. Zo, nu kan ik er wonen. Maar wacht, hoe kunnen we hier dan weer uit? Kan dat gewoon? Ja, waarschijnlijk wel. Nog één laatste keer. Oh. Wacht, wat? Jij daar. Oh, goeiedag. Wat ben jij aan het doen? Nou, niks. Oh, gelukkig. Ik dacht even dat je aan het inbreken was. Ik ga er vandoor. Maar goed, het helpt dus niet om bij de bank te werken. Maar toch heb ik het idee dat er meer geheimen zijn. Want zoals jullie weten, als je naar de kluis gaat, de eerste kluis, dan kan je daar wel gewoon naar binnen met het matras. En niet alleen dat, maar als je dan een matras tegen het plafond aanzet en je springt, dan heb je hier een soort van geheime ruimte. En als je daar dan weer een matras tegen aanzet en je springt, dan gebeurt er niks. Nee, maar je kunt hem wel hier neerzetten en dan ben je hier weer. Maar iets in mij zegt dat als wij teruggaan naar waar we net waren, hier beneden, wat nou als we dan hier een matras neerzetten. Mijn doel is namelijk om meer manieren te vinden om de kluis in te komen. Oké, we gaan kijken of dit werkt. Oeh, nee, dat werkt niet. Maar wat nou als wij veranderen in een vlieg? Dan maak ik mezelf nog kleiner. Oké, we zijn nu zo klein, kunnen we dan door de tralies heen?
Ah, nee. Oké, dus hier hebben we wel gewoon het pasje voor nodig. Nou, ik hoef jullie niet te laten zien waar ik nu naartoe ga. Ik wil namelijk nog één laatste keer naar de kluis toe. Want dit lijkt op een knop. Je kunt erop klikken wat je wil, maar dat is eigenlijk gewoon het alarm. Toch heb ik het gevoel dat hier nog dingen achter kunnen zitten. Nee. Oh, nee, nee. Nee. Is het mogelijk om op de fiets hier naar binnen te gaan? Ik ben echt heel benieuwd. De liftdeur gaat dicht. We zijn beneden. Kunnen we hier doorheen? Allemaal op de fiets. Maar nu de grote vraag. Oh my gosh, werkt dit? Pakken de sleutel erbij. Je maakt een grap. We kunnen gewoon de kluis in op onze fiets. Tenminste, we zijn er nog niet helemaal. Daar gaan we. Dat is 1. En dat is 2. Perfect. Het is gelukt. Maar nu dus voor de grote vraag. Wat zit er hierachter? Ik ben heel benieuwd. Ah, nee. Ja, ik kan natuurlijk in deze privé-server overal kijken. Dus ook onder. Deze nieuwe bankupdate heeft gewoon een nieuw gedeelte onder de map toegevoegd. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Het is avond in Brookhaven, maar de arcade is open. Misschien hebben ze wel nieuwe games. Eens even kijken. Wat is dit? Oeh. In dit spel krijgen wij elke seconde 1 springkracht erbij. Eens even kijken hoe hoog we nu kunnen springen via de trampoline. Op zich, dat is niet heel slecht. Oké, we proberen het nog een keer. We hebben ons record. En het is dus tijd voor een ei. Nu krijgen we 2 kracht erbij per seconde. Eens even kijken of we al bij de 1000 kunnen komen. Zeker. Oké, perfect. Dat betekent nog een ei. Ik zoek een kattennaam en een hondennaam in de reacties. We krijgen nu dus 3 kracht erbij. Oeh, we gaan naar de 2000. Wil je 2 extra pets meenemen? Jazeker. De muis is de allerzeldzaamste. En wij hebben de kat weer. Oké, waarschijnlijk gaan we naar de 2000 nu. Zeker. Dus we hebben nu genoeg voor het gestreepte ei met een koe. Nu krijgen we 9 kracht per seconde. Oeh, maar wat is dit? Het sterren-ei. Ik ben benieuwd wat daarin zit. Oh. We krijgen nu 109 kracht per seconde. Dus waarschijnlijk gaan we ons record nu verbreken. Oh my gosh. Ik weet niet of jullie dat zagen, maar dat ging echt in een seconde. We gaan echt super hoog op dit moment. En we kunnen zelfs automatisch springen aanzetten. Wat betekent dat ik gewoon achterover kan leunen. En het springen gaat dus automatisch. Als we dit nog 1 keer kunnen doen, dan kunnen wij het duurste ei halen. Het gouden ei. Oké, daar gaan we. Wat zit erin? Wauw. Oeh, we kunnen extra geluk halen. Eens even kijken of dat werkt. Ik wil 1 van deze 2. De kans is heel klein, maar we hebben extra geluk gehaald. Dus het zou kunnen, toch? Nee. Er staat trouwens ook een balk rechts in beeld. En daar kun je zien wanneer we helemaal boven zijn. Dat is tot en met 1 miljoen. En we zitten nu op 127.000. Maar er is nog een duurder ei. Ik hoop dat dat gaat helpen. 3, 2, 1. Let's go. Dit zorgt ervoor dat het, als het goed is, nog een heel stuk sneller gaat. Kijk naar de balk. We zijn bijna op de helft. Jullie denken misschien dat ik gek ben. En misschien is dat ook wel een beetje zo. Want we halen er nog zo'n ei bij. En we halen 2 keer zoveel springkracht. Gaan wij tot en met 1 miljoen komen? Daar gaan we. Oh my gosh. Oh. Ja, het is gelukt. Dus wij kunnen een rebirth doen. En daarmee kunnen wij naar een nieuwe area. Let's go. Oeh, de ruimte. Abonneer voor meer en adios.